Mijn naam is Davy Rijmakers en leuk dat jullie kijken naar deze video op mijn kanaal. In de vorige video hebben jullie kunnen zien dat ik een kijker heb geholpen met het aanpassen van zijn website. Naar aanleiding van deze video zijn er meerdere reacties binnengekomen, onder andere de reactie van Ruben. En Ruben vraagt zich af waarom de footer op zijn website niet zichtbaar is. Zoals jullie zien zijn we aangekomen op de website van Ruben. En Ruben heeft geprobeerd de website van een aantal video's terug na te maken. Alleen als je naar de onderzijde gaat kijken, zie je dat zijn footer niet aanwezig is. We gaan eens even kijken waar dat aan zou kunnen liggen. Zoals jullie kunnen zien heb ik onze Notepad++ geopend met daarin de index.html, de pagina van Ruben. En als we naar de pagina gaan kijken, zie ik al gelijk een aantal dingen. Als eerste zie ik hier een b-tag. En een b-tag is een oude methode om een tekst dikker te maken. Een nieuwere en ook betere methode is om neer te zetten strong. En vervolgens met het afsluiten natuurlijk ook neerzetten slash strong. Nou, nu mag dit op deze manier, maar de netste methode is eigenlijk om de strong binnen de linkjes te plaatsen. Dus het geldt zowel voor de openingstags als voor de sluittags. Dit is een nettere methode. En wanneer we langzaam naar beneden gaan, komen we bij de section uit. En dit is eigenlijk het element wat geopend wordt, maar ook wat afgesloten moet worden. Alleen wanneer ik bij Ruben kijk, zie ik dat het element wel geopend wordt, maar niet wordt afgesloten. Dus we gaan ook even afsluiten. We doen dus kleiner dan slash section. En groter dan. En dan gaan we naar de footer toe. De footer wordt netjes geopend en afgesloten. Daarin een p-tag. Dan weer de b. Maken we even weer strong van. En vervolgens sluiten de p-tag met achter de b-tag. Nou, het is een nettere methode om hetgene wat je als eerste opent ook als laatste af te sluiten. Dus we gaan de b-tag even weghalen. We gaan achter de test staan en doen we kleiner dan slash strong groter dan. We gaan de pagina opslaan en we gaan hem bekijken in de webbrowser. Dan ziet dat er nog niet veel gebeurt en daarvoor gaan we even kijken naar onze style.css. In onze style.css aangekomen gaan we eerst kijken naar de kleuren. Zoals je ziet, commentaar wordt altijd groen weergegeven en de elementen zijn in mijn geval lichtblauw. En wanneer we naar beneden scrollen, komen we aan bij onze footer. Nou, het eerste wat jullie misschien wel opvalt, is dat de footer een andere kleur heeft als bijvoorbeeld de section. En dit heeft ermee te maken omdat we de section wel openen, maar we de section niet afsluiten. Hetgeen dat we moeten doen, is dat we hier nog een accolade bij moeten zetten. Je ziet eigenlijk al gelijk, de footer krijgt een mooie blauwe kleur. Gaan we hem opslaan, de pagina? We gaan hem kijken in onze webbrowser. Zul je ook al zien dat onze footer wordt toegevoegd. Alleen dat hij helemaal aan de zijkant gaat. We gaan zo even terug naar onze CSS. En kijken waar het aan ligt. En dan zie je eigenlijk al dat hij een wijdte opgeeft van 212%. Nou, een webbrowser is 100% als je maximaal hebt. Dus deze kunnen we ook op 100% zetten. Ik ga hem naar 100% zetten. En zoals jullie zien staat onze footer mooi uitgelijnd. De teksttest zou misschien iets naar beneden kunnen, maar dat is een kwestie van smaak. En eigenlijk het enige probleem op de website van Ruben was dus zijn stylesheet. In zijn stylesheet werd de section wel geopend, maar de section werd niet afgesloten. En daardoor kon CSS de opmaak van de footer niet uitlezen en negeerde CSS hem. En zo zien jullie dat het missen van een kleine accolade al een heel groot verschil kan geven op de website. Heb je nu zelf ook een eigen website en kom je ergens niet uit of zit je ergens mee? Laat dan hier beneden aan een reactie achter. En wie weet kom jij in een van de volgende video's. Vond je de video leuk? Vergeet dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog te doen. En je natuurlijk te abonneren op dit kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zie ik jullie volgende keer weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Tot volgende week.